Ja, voorzitter, ik zou mevrouw Ollengren willen vragen, hoe gek denkt u dat wij zijn? Hou op met het beledigen van het gezond verstand van Nederlanders. Want ze geloven geen biet van wat u ons wijs probeert te maken. Hoe geloofwaardig denkt u dat het is dat zowel u als mevrouw Jorritsma als de heer Rutte alle drie toevallig zijn vergeten wat er niet 10 jaar geleden of 5 jaar geleden, wat ongeveer een week geleden, een paar dagen geleden is besproken. Hoe geloofwaardig denkt u dat het is dat als u een stuk stuurt naar de Kamer waarin staat VVD uitslag duiden, dat dat 4 regels zijn en de helft gaan over het CDA en de heer Omtzigt. En dan gaat u ons hier wijsmaken dat u dat niet heeft gezien, dat u dat niet kan herinneren, dat mevrouw Jorritsma dat dadelijk waarschijnlijk ook gaat zeggen, dat zich er niets van kan herinneren, dat de Rutte komt natuurlijk hartstikke goed uit, dat hij ook zegt, nou, het staat me helemaal niks van bij, dit is een paar dagen geleden, waarin letterlijk is gezegd, nog los van de zin, wat u onder uw arm had, hè, wat u onder uw arm had toen u wegliep, waarin stond een functie elders staat en heeft u besproken, als Wopke meer stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen. Je moet wat met Omtzigt minister maken. Dat is geen detail, dat is de kern van wat u zelf, of althans uw mensen, hebben opgeschreven onder uitslag duiden. Waarom houdt u ons zo voor de gek? Nee, voorzitter, ik schets echt heel precies hoe het gegaan is en wat ik mij herinner. Wij hebben 17 gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek was met de heer Rutte. Een gesprek van bijna een uur, waarin inderdaad veel gezegd is en veel besproken is. Vooral in de context van de duiding van de verkiezingsuitslag. En in de context van de wensen van de VVD, de grootste partij van Nederland, als het gaat over de coalitievorming. Een heel nadrukkelijke wens om ook met het CDA in een nieuwe coalitie samen te werken. In die context hebben we gesproken over stabiliteit. Dat is dus, dat zei ik ook net tegen de heer Segers. Stabiliteit binnen fracties is belangrijk bij coalitievorming. Er werd die week en ook die maandag al veel gezegd en geschreven over mogelijke instabiliteit bij het CDA. Dus in die context hebben we erover gesproken. Was het ook relevant voor ons als verkenners om daarover te spreken? Natuurlijk is het niet relevant om te spreken over een individueel Kamerlid, laat staan posities voor dat individuele Kamerlid. Maar in die context is blijkbaar, nogmaals, die aantekeningen zijn er. En de heer Wilders weet ook dat degene die aantekeningen maken van dit soort gesprekken dat gewoon zorgvuldig en uitvoerig doen. Het zijn ook veel aantekeningen. En in die context moet die opmerking op die manier zijn gemaakt. Nogmaals, ik heb onthouden wat de relevante punten waren voor de verkenning. Die heb ik ook genoteerd. En dat woord was in mijn aantekeningen stabiliteit. De heer Wilders. Was het er totaal ongeloofwaardig? En ik geloof ook gewoon niet dat mevrouw Ollengren hier de waarheid spreekt. Ze zegt, het had niet mogen gebeuren. Ik bied er excuses voor aan. Het was niet relevant. Maar het is wel gebeurd. Dus het was wel degelijk relevant. U heeft over de heer Omtzigt gesproken. En u doet nou net alsof het niet had mogen gebeuren en het ook nooit is gebeurd. En dat u ja achteraf zag van, oh, er staat iets over. Nou, zal het misschien toch gebeurd zijn? Ja, verhip, het is toch gebeurd. U heeft de helft van de tijd volgens deze aantekeningen erover gesproken. U moet niet zich verschuilen achter die ambtenaren. Het feit dat u dat zegt, dat dat niet is gebeurd, mevrouw Jorritsma, maar dat dadelijk gaat zeggen, de Rutte, de hele wereld bij elkaar liegt, maakt het nog niet waar. Dus u zegt wel, ja, ik heb het niet opgeschreven. U suggereert dat het niet belangrijk genoeg was om op te schrijven. Misschien was het wel zo belangrijk dat het niet opgeschreven moest worden. Zou dat niet misschien de waarheid kunnen zijn? Want nogmaals, ik geloof er helemaal niets van dat u hier op dit moment de waarheid spreekt. Dat 3 mensen, 2 verkenners en een premier over een belangrijk onderwerp, als de heer Omtzigt, mevrouw de voorzitter, hier Nederland proberen wijs te maken. Dat ze het niet hadden mogen doen. Dat ze geen intentie hadden om het te doen. Dat ze het niet relevant vonden. Maar dat de notitie die we hebben, de helft van de tekst over de heer Omtzigt gaat, dat is ongeloofwaardig en dat is een grove leugen. En ik betreur dat, want ik zou willen dat de verkenners hier, mevrouw de voorzitter en de premier, hier de waarheid spreken. Ja, nee, voorzitter, dat herhecht ik ook zeer aan. Ja, en daarom probeer ik ook zo uitvoerig mogelijk de vragen te beantwoorden die hier gesteld worden. Mevrouw Marijnissen. Dank u wel, voorzitter. Ja, in het dagelijks leven is de ex-verkenner natuurlijk minister van Binnenlandse Zaken. En daarmee ook verantwoordelijk voor onze democratie, voor het goed verloop van de verkiezingen. En dat brengt mij ook tot mijn vraag. Want kijk, we kunnen nu natuurlijk twisten, de ex-verkenners en ook de heer Rutte zeggen, nou ja,
Wij hebben er geen herinneringen aan dat er over Pieter Omtzigt is gesproken, laat staan over een functie elders. Maar door de aantekeningen en de stukken weten we dat dat wel het geval was. Dat wordt nu ook met terugwerkende kracht erkend. Maar dan is mijn vraag aan mevrouw Ollongren, die natuurlijk ook minister is, verantwoordelijk voor onze democratie. Als er dan toch iemand, in dit geval Mark Rutte, maar maakt niet uit, als een van die lijsttrekkers bij jullie langskomt in die stadhouderskade en die begint over een, want we hebben het over daags na de verkiezingen, een zojuist gekozen, democratisch gekozen Kamerlid, dan zouden toch uitgerekend bij u alle alarmbellen af moeten gaan. Ook daarom vind ik het zo ongeloofwaardig dat er geen herinneringen aan zouden zijn. Maar het zou toch juist uw rol dan zijn, nota bene, om daar op zijn minst een opmerking over te maken. Dat dat toch niet de bedoeling is van zo'n gesprek. Voorzitter, op één punt toch even één correctie op wat mevrouw Marijnissen zegt. Want er is net niet gesproken, niet met de heer Rutte, met niemand anders, over een functie elders voor de heer Omtzigt. Dat is niet besproken. Wat wel onderdeel van het gesprek is geweest, is de heer Omtzigt zelf. De naam van de heer Omtzigt is, dat blijkt uit de aantekeningen, is wel gevallen in het gesprek dat wij als verkenners met de heer Rutte hebben gehad. Nou vraagt mevrouw Marijnissen of niet bij mij, mede ook vanwege het feit dat ik minister van BZK ben en daarmee bijzondere verantwoordelijkheid heb, denk ik, ook voor het functioneren van de democratie, wat ik met haar eens ben, of dan niet bij mij de alarmbellen hadden moeten afgaan. Wij gaan niet als verkenners over individuele Kamerleden. Want alleen Kamerleden zelf gaan over hun eigen positie. Zo is het. Dat is ontzettend belangrijk om dat te onderstrepen, vanzelfsprekend. Wat wij als verkenner hebben gedaan is, ook omdat fractievoorzitters dat ook zelf hebben aangegeven, gezegd, stabiliteit is een belangrijke factor in coalitievorming. We hebben een Kamer met 17 fracties. Het is best een versplinterde Kamer met verschillende meerderheden die ook allemaal kleine meerderheden zouden kunnen zijn. Ook in eerdere formaties is dat een relevante factor geweest. Als je met kleine meerderheden werkt, is het belangrijk om te weten dat er een bepaalde mate van stabiliteit is. Dat gaat dan niet over personen, maar het gaat erover of fracties denken dat zij met overtuiging, met de hele fractie, zo'n fase in zouden kunnen gaan. Dus in die zin kan er tijdens formaties best over individuele Kamerleden worden gesproken. Dat is in het verleden denk ik ook vaak gebeurd. Maar natuurlijk niet over hun positie, want daar gaan Kamerleden uitsluitend en alleen zelf over. Daar gaan wij zeker niet over, daarom hebben we dat ook betreurd, ongepast genoemd. En dat herhaal ik hier graag. Mevrouw Marijnissen. Ja, een lang antwoord, maar volgens mij geen antwoord op mijn vraag. Mijn punt is nu juist dat het sowieso niet echt geloofwaardig is om aan te nemen dat opeens al die herinneringen bij jullie drieën vervlogen zijn. Maar juist u, in uw minister van Binnenlandse Zaken, zou toch juist extra op het moment dat zoiets te berde wordt gebracht, juist nogmaals alle alarmbellen af moeten gaan. Maar goed, dat gezegd hebben, nog een concrete feitelijke vraag. Kan mevrouw Ollongren nu nog één keer duidelijk maken van wie nu precies die notitie was, met wie u onder de arm had, waarin dus wel heel expliciet stond Pieter Omtzigt, functie elders. Wie had dat zinnetje nou eigenlijk opgeschreven? Die notitie was dus onderdeel van de stukken die wij die ochtend kregen om te gebruiken bij ons vooroverleg en vervolgens bij gesprekken. Dat zijn notities, aantekeningen eigenlijk, punten om aan te denken in het achterhoofd te hebben, vooruitblikkend naar die gesprekken die worden opgesteld door de ambtelijke staf. Maar ik herhaal echt, hebben we in onze brief ook gedaan, daar nemen wij de verantwoordelijkheid voor. Zo hoort dat ook. De politiek moet dat doen. Het zijn suggesties ook om te wegen. Dat is natuurlijk ook onze taak geweest, om te wegen wat wij er vervolgens wel of niet mee zouden hebben doen, zouden hebben gedaan. Zover is het niet gekomen, voorzitter, omdat dat gesprek is onderbroken. Dus ambtelijke ondersteuning ter weging van ons en nogmaals niet besproken en niet gebruikt. Mevrouw Marijnissen. Maar even heel specifiek, dus de ambtenaar van Algemene Zaken die ten dienste stond van de verkenners, die heeft dat stuk bij jullie aangeleverd. En ook bij jullie beiden, neem ik aan, niet alleen bij u.
mevrouw Ollongren. Nee, dit waren stukken die mevrouw Jorisma en ik allebei hebben gekregen op die ochtend. Die zijn gemaakt door de ambtelijke staf van de Tweede Kamer die ten dienste staan aan de verkenners. En die gedetacheerd zijn van het ministerie van Algemene Zaken. Mevrouw Marijnissen. Nou ja, voorzitter, omdat het zo'n optelsom is. Ik heb zelf dat gesprek gehad. En inderdaad, de eerste vraag als je gaat zitten, als je binnenkomt, is hoe duidt u de uitslag? En het is evident, weten we uit de aantekeningen, dat Mark Rutte van de VVD precies op dat moment, bij de eerste vraag die als je binnenkomt, als je gaat zitten, gesteld wordt, begonnen is over Pieter Omtzigt. En als je daar dan bij optelt dat in de aantekeningen van de ambtenaar die erbij aanwezig was, staat Annemarie Jorritsma, Mark Rutte, Kajsa Ollongren met initialen en dan dubbele punt, allerlei over Pieter Omtzigt. Ja, allerlei over Pieter Omtzigt, dat is toch niet... Ik zie mevrouw Jorritsma verontwaardigd reageren. Maar volgens mij is de vraag heel terecht, toch? De allerlei over Pieter Omtzigt, dat komt toch niet zomaar op zo'n papier? Dat komt op papier door iemand die bij jullie bij dat gesprek aanwezig was. Mevrouw. Misschien mag ik beginnen toch even met mevrouw Marijnissen zegt, de heer Rutte is meteen met de deur in huis gevallen en is meteen over de heer Omtzigt gaan praten. Nou, zo is dat zeker niet gegaan. Inderdaad, de allereerste vraag aan iedereen was hoe duidt u de uitslag? Ik weet nog dat staat volgens mij ook in die aantekeningen, dat de heer Rutte heeft gezegd, het is een hele ingewikkelde uitslag. Dat levert een hele complexe situatie op. Hij heeft ook gesproken over de noodzaak om de kloof te overbruggen tussen de politiek en de burger. Dus hij heeft ook een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Volgens mij staat dat ook allemaal in de aantekening. Uiteindelijk in die context heeft hij gezegd, ook logisch denk ik voor de leider van de VVD om te zeggen, ik wil graag met het CDA straks in een coalitie. En in die context hebben we gesproken over de stabiliteit van fracties en ook van het CDA. En heeft de heer Rutte, maar dat moet ik nu ook weer uit die aantekeningen opmaken, maar inderdaad zaken gezegd als, ik hoop dat het CDA zich herpakt, wordt ingewikkeld, misschien is er tijd nodig. En daarna volgt dus de context zoals ik net schetste, die op dat moment speelde rondom de stabiliteit of vermeende instabiliteit bij het CDA. Mevrouw Marijnissen. Los van dat ik het ongeloofwaardig vind dat drie mensen tegelijkertijd precies hetzelfde precaire onderwerp vergeten. En los van het feit dat ik het echt wel verwijtbaar vind dat nota bene minister van Binnenlandse Zaken, dat daarbij niet alle alarmbellen afgaan op het moment dat er iemand binnenstapt die ook maar begint. Ook maar begint, durft te beginnen over een individueel democratisch gekozen Kamerlid. Is het zo ongeloofwaardig omdat in het ene verslag inderdaad staat bij de eerste vraag over de uitslagduiding, je moet wat met Omtzigt, maar in het verslag van de ambtenaar die erbij aanwezig was, staat een heel stuk verderop, komt dat punt van allerlei over Pieter Omtzigt. Dus ook later in het gesprek, althans dat blijkt uit dit verslag, uit deze aantekeningen, komt opnieuw Pieter Omtzigt wederom ter sprake. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is het toch bijna niet meer vol te houden om hier te zeggen dat er totaal geen herinneringen zouden zijn aan dat gespreksonderwerp. Want dat klopt, denk ik, hè, dat het later in het gesprek opnieuw weer ter sprake is gekomen. Dus niet alleen bij het begin, bij het duiden van de uitslag, maar ook verderop in het gesprek nogmaals. Mevrouw Ollongren. Voorzitter, ik moet ook afgaan op die aantekeningen die gemaakt zijn. Dus of dat op één of twee momenten is geweest, dat weet ik niet. Als dat uit die aantekeningen blijkt, dan moet dat zo zijn. Hè? Want nogmaals, die aantekeningen zijn secuur, daar twijfel ik helemaal niet aan. De context was er een van de duiding van het belang van het CDA, de 15 zetels. Van het CDA, op het moment dat er in de media geschreven werd over vraagstukken als kan Omtzigt worden behouden voor de CDA-fractie en dat soort zaken. In die zin was het relevant, anderszins vanzelfsprekend helemaal niet.